Yo, ik ben Devin. Ik ben Tim Tiegeren. Nou, we hebben veel comments gekregen voor een vrienden tutorial, dus dat gaan we nu doen. Ik ga de cijfers behandelen. En ik de vals. Je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. We gaan dus beginnen met een sideflip. Voordat je begint, zorg dat je een beetje comfortabel gekleed bent. Dus ik ga alvast mijn jas uitdoen. Als je ready bent om te gaan trainen, maak jezelf even een beetje warm. Oké, ren een paar rondjes, whatever. Zorg dat je een beetje opgewarmd bent. Dat ga ik nu niet helemaal uitleggen. Ik wil gewoon gelijk even naar de sideflip tutorial gaan. Allereerst, dit is de sideflip. Boom. Oké, dat was dus de sideflip. Heel even kort laten zien. Nu ga ik de uitleg beginnen. Waar we natuurlijk mee gaan beginnen is hoe je hem afzet. Kijk even naar mijn voeten. Ik doe hem het liefste en het is eigenlijk ook het beste voor je lichaam met een getter step of split step. Je kan hem ook punchen, maar dat is op lange termijn toch wat slechter voor je knieën en de rest van je lichaam. Dus liever niet. Probeer het gelijk aan te leren om gewoon in te stappen. Volgende stap is je armen. Je armen bepalen echt heel veel voor je rotatie. En die heb je natuurlijk nodig als je je flip gaat doen. Dus wat ik voorstel, of wat ik ook het fijnst vind, is deze arm. Gooi ik omhoog, sta als het ware mijn benen onder mezelf zo meteen vandaan. En die andere arm gooi ik ook omhoog. Of deze gooi ik omlaag. Die andere arm gooi ik omhoog. Dat je deze beweging krijgt. Uiteindelijk gaat dat dus heel veel helpen met je rotatie. Gecombineerd met die stappen ga je daarna naar de tuck toe. Dus ik ga nu even de cijfer doen, dan heb je een beetje het idee. Stap, stap. Gooien. Wat dan heel belangrijk is, is jezelf klein maken. Dus je gaat tukken. Mijn knieën gaan naar mijn schouders toe. Dit wil ik hebben en mezelf zo klein mogelijk maken. Knieën naar je schouders is heel belangrijk. Stel je haalt hem niet en je valt en je hebt je knieën tegen elkaar aan. Dan gooi je je gezicht op je knieën en dan kan je kaak breken, je neus breken. Het is allemaal niet heel erg prettig. Ik heb zelf ook meegemaakt. Niet gebroken, maar wel knieën in mijn gezicht gehad. Doet pijn. En zorg dat je hoog blijft, oké? Je wil niet jezelf naar beneden gooien, jezelf omhoog gooien. En dan inderdaad tukken. Die ga je nu even in slow motion zien. En dan moet je hem ook nog uitstappen. En dat wil je ook door hem weer inderdaad uit te stappen. Dus we stappen hem erin en we stappen hem eruit. Zo kunnen we gewoon weer verder lopen. Verder met andere tricks of dingen wat we ook aan het doen zijn. En dat is ook weer veel beter voor je lichaam. Probeer hem ook zo zacht mogelijk te landen. Liefst op de bal van je voeten. Ik zou voorstellen om het sowieso op een mat als het lukt. Of op gras of naar zand. Dan zou het echt heel chill zijn. Ik heb een hele goede manier gevonden om het rustig op te bouwen. Dit kan namelijk met behulp van een vriend. Of een kast of een muurtje. Dat ga ik nu even laten zien. Nou, hier is mijn obstakel. Tim is nu even zijn obstakel. Ik moet zorgen dat ik goed stevig sta. Goed door je knieën. Je ellebogen steunen op je knieën. Je kin gaat op je borst, zodat je hoofd niet omhoog is. Zodat die niet geraakt kan worden. Even testen of die stevig staat. Dat is op zich wel stevig. Ik ga nu zorgen dat mijn schouder op zijn schouder aansluit. Mijn rug in een rechte lijn hier overheen rolt en mijn andere schouder weer daar uitkomt. Boom. En zo kan ik hem en instappen en uitstappen. Ik heb alleen nog niet de rotatie met mijn armen gedaan. Dus nu ga ik het opbouwen om het steeds wat soepeler te doen en hem minder te belasten. Boom. Uiteindelijk kan hij ook een beetje meehelpen door mij omhoog te veren. Wow, ik had echt ziek mijn hoogte ineens. Nou, nu voelde ik dus al echt een stuk minder. Oké, dan doen we het gewoon nog een keer. En dan probeer ik echt met al mijn kracht gewoon overheen te flippen. En nu ga ik ook mijn armen gebruiken. Dus stel ik haal het niet, dan land ik gewoon op zijn rug. En dan val ik ook niet op de grond. Nou, that's it. Yes, en dan kan je hem, als het goed is, op iets zachts zonder hulp proberen. En uiteindelijk ga je hem naar straat brengen. Ik begreep de techniek dus al best goed, dus ik ga hem even een keer de andere kant op proberen. Gebruik gewoon de techniek en kijk of het dan alsnog werkt. Nou, dat gaat ook prima, toch? Ja, makkie. Dus echt, techniek beslist echt veel voor deze trick. Gaan we even de straat op? Yes. Oké. Nou, ik heb mijn jas ook even uitgedaan, want het is natuurlijk heel vervelend om met een jas die flip te doen. Ik doe wel iets anders dan Devin. Ik heb geturnd, dus ik was heel erg die vooruitsalto gewend. Dus ik moest die vooruitsalto aanpassen om schuin te gaan doen. Dus hij is misschien iets anders dan dat je hem bij Devin ziet. Nou, als die eenmaal goed gaat en je kan hem ook lekker instappen en uitstappen, kan je ze ook achter elkaar doen. Ja, hij wordt wel steeds zwaarder per flip die ik inzet. Maar ja. Succes! Oké,
Vergeet niet te abonneren als je dit vet vond. En laat even weten in de comments wat voor tutorial wij de volgende keer moeten doen. Oh ja, en een duimpje omhoog. Ik ga nu de vals voordoen. Ik ga beginnen met hele makkelijke. Als je begint met freerunning is het denk ik ook een van de makkelijkste dingen die je kunt gaan oefenen. Dus we beginnen met een safety step. Zoek een hekje, maakt niet uit waar. Het kan een speeltuintje zijn bij jou in de buurt, het kan een kast zijn in een gymzaal, noem maar op. Je pakt hem met twee handen vast. Nou, en het eerste wat je dan doet, is jouw rechter, of natuurlijk linkerbeen, kan met allebei, op het hekje zetten. Voet erop. Deze blijft nog achter. Die gaat hier onderdoor. Dan gaat deze hand los en je stapt rustig over het hekje heen. Zo makkelijk. Ik doe hem even wat sneller. Let op. Handen erop, voet erop en eronder door. That's it. Als je die nou wat moeilijker wil maken, dan ga je met één hand proberen. Deze hand hou ik in de lucht en de rest blijft hetzelfde. Dus deze hou ik in de lucht, spring erop en je stapt eroverheen. Even wat me te binnen schiet, op gras, als je op gras oefent, ligt er wel eens hondenpoep. Dus je moet altijd even goed kijken of er geen hondenpoep ligt. Waar jij aan het trainen bent. En dan kan je verder. Een van de moeilijkere is om gelijk je voeten er overheen te krijgen. Kan je wel het hek weer even met twee handen vastpakken. En je gooit gewoon je voeten aan dezelfde kant eroverheen. Dus je zet hem niet meer op het hek. Als je die goed door hebt, dan kan je een speedvault gaan doen. Dat is een van de snelste manieren om over een muurtje of hekje te komen. Ik ga hem nu even voordoen. Het is bijna hetzelfde als die vorige, alleen met één hand. Het is heel belangrijk dat als je met dit been afzet, dat je daar ook weer als eerste mee landt. Ik heb nog een klein extraatje. Die safety step kan je ook achterstevoren doen. Dat is een reverse safety step. Die ga ik nu even voordoen. Oké, ik leg het heel kort even uit. Het is precies hetzelfde als de safety step, maar achterstevoren. Je hand kan je het beste gelijk zo neerzetten. Dit been komt dan als eerste op het hek. En die andere natuurlijk eronder door. Ja, heel netjes. Ik heb mijn vest even dicht gedaan, want ik ga er even een trucje achteraan doen. Devin doet er dadelijk ook nog even een tof trucje achteraan. Dan zien jullie een beetje wat voor combinaties je ermee kan maken. Yes, ik lekker man. Zien, man. Door mijn... Vonden jullie ervan? Ja! Ja! High five, jongens. Hij heeft een zieke sticker op zijn fiets. Oh ja, nee! Oh joh, gewoon een zieke sticker. Hard man. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Wij in ieder geval wel. En ik hoop dat jullie er ook echt wat van geleerd hebben. Ja, vergeet niet te abonneren op... Op... Zieke! Oké, leuk. Gaat het, bro? Nog gladder. Oké, je hebt nog net heel de tijd gekeken, hè? Ja. Doe het trucje, man. Let's go. Ja, go, 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 go. Ga door, ga door, ga door, ga door, ga door. Yeah. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. En een duimpje omhoog.